1947 is begonnen de restauratie van de Grote Kerk. En daar vond men een graf. En dat graf bleek van Didwina te zijn. Ik heb hier een foto in mijn hand. Ik hoop dat het goed te zien is op camera, op beeld. Waarin je een grafkelder ziet met twee houten balken en kruisen. En dit graf bleek het graf van Didwina te zijn. En nou, dat was op zich natuurlijk mooi om te vinden. Alleen er lagen ook beenderen in het graf. Dus eigenlijk waren er twee vragen om te beantwoorden toen men het graf vond. Eén, is dit het graf van Didwina? En twee, van wie zijn de botten? En er lag ook een schedel in het graf, dus van wie zijn die? Wie was Didwina? Ze werd in 1380 te Schiedam uit arme ouders geboren. In 1395 kwam zij bij het schaatsen ten val. Het was het begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Ze at bijna niets en leefde nagenoeg alleen op de heilige communie die haar geregelmatig door de kapellaan aan de parochiekerk werd gebracht. Het schijnt dat zij haar pijn heldhaftig droeg en dat ze haar bezoekers vol liefde en aandacht te woord stond. Op die manier was zij een bron voor inspiratie voor haar omgeving. Maar ze moest ook meemaken dat zij als een zonderling of zelfs bedriegster werd beschouwd. Sinds het overlijden van Didwina is het tot op heden onduidelijk waar haar lichaam nou echt heeft gelegen. Het bijzondere verhaal verteld door Laurens Priester. Twee van mijn voorgangers, van de Poester Clement en van de Vijst, die hebben heel veel tijd en onderzoek gestoken in te achterhalen van of het graf van Didwina was en of de beenderen die toen zijn gevonden of die van Didwina waren. De eerste die ik noem van de Poester Clement, die heeft dus onderzoek gedaan en die heeft geconcludeerd dat het inderdaad het graf van Didwina was wat toen bij de restauratie in 1947 gevonden is. Van de Vijs, de andere gemeentearchivaris, niet dat hij bottenspecialist was, maar hij heeft uiteraard ook onderzoek gedaan en hij heeft ook bemoeienis gehad met de botten die toen gevonden zijn. Ze zijn naar een medisch laboratorium in Groningen gebracht en die zijn op een gegeven moment onderzocht en hij heeft ook heel veel gecorrespondeerd met degene die die botten onderzocht heeft. En hij heeft ook een korte tijd, een paar jaar, heeft hij gepast op de botten die naar alle waarschijnlijkheid van Didwina zijn. Dus hij heeft het gemeentearchief is verhuisd ooit, toen het gemeentearchief nog aan de Korte Haven zat in 1981-82. Toen, een korte tijd, hebben de benen van Didwina in het gemeentearchief gelegen. Dus toen hebben we letterlijk ook echt op de botten van Didwina gepast. 1864, waarin die bisschop verklaart, die aartsbisschop verklaart dat de reliquieën die bewaard worden in Brussel, dat die van Didwina zijn, hè, dat het haar botjes zijn en dat ze echt zijn. En ik vertelde ook van, nou, in 1947 werd in een grote kerk werd het graf van Didwina gevonden met ook beenderen. En er was in 1615 was er een soort illegale opgraving geweest in Schiedam in de Grote Kerk. En toen heeft men dus ook beenderen meegenomen. En ik vertelde over, nou, in de noordelijke Nederlanden waren de protestanten dominant. Dus men moest uitwijken naar katholieke gebieden. Vandaar dat het naar Brussel is gegaan. En dus al die tijd zie je dat veel zaken die met die verering te maken hebben, die komen in de 19e eeuw, omdat dan alles weer in het openbaar kan en mag wat betreft Rooms-Katholieke godsdienstuitoefening. En dan zie je allerlei stukken liggen die te maken hebben met dat men ook in 1890, hè, wanneer de paus de verering van Didwina als heilige goedkeurt en toestaat, dan zie je ook weer een explosie van stukken die met haar te maken hebben. Nou, daar ligt een hele verzameling van stukken die daarmee te maken hebben, hoe men dat vierde. En
aardigheid, de bijzonderheid is lastig voor ons. De meeste stukken die hier liggen zijn in het Latijn. Omdat Latijn eenmaal de officiële taal van de kerk was. Hè. Nu zal het wat minder zijn. Dus dat maakt de drempel ook wat hoger. En andere stukken die er liggen. Ik vertelde over, er is een Litwina-bibliotheek. En een heleboel boeken die hier op tafel liggen, die zijn afkomstig uit de Litwina-bibliotheek, ook van het Litwina-comité. En die hebben dus te maken met levensbeschrijvingen van Litwina. Want zij is wereldberoemd geworden in die zin van dat zij... Dus zij is dus de wereld overgegaan als beschermheilige van de mensen die lijden. Hè? En ook trouwens ook als patroonheilige van de schaatsers. Hè? Is niet heel raar natuurlijk, omdat ze nou eenmaal haar verhaal, hè, bij het schaatsen gevallen is. En... Vandaar dat ze dus ook als patroonheilige van de schaatsers wordt beschouwd. En je ziet hier op tafel allerlei stukken die met haar verering te maken hebben. Heel veel officiële kerkelijke stukken, waarin bisschoppen en anderen plechtig verklaren dat Litwina het waard is om vereerd te worden. En dat zij ook heel belangrijk is. En dat blijkt ook haar kerkelijk belang als stadsheilige. Waar ze gevonden waren, hè? Dus ze waren gevonden in de hervormde kerk van Schiedam. Hè? Door de reformatie is die kerk van katholiek naar protestant overgegaan. En de botten waren eigendom van de hervormde gemeente, die in de grote kerk kerkte. En dus de eigenaar, en die had de botten beschikbaar gesteld voor medisch onderzoek. En men wilde op een gegeven moment, de botten kwamen terug van het medisch laboratorium en ze werden tijdelijk bewaard door het gemeentearchief in afwachting van de overdracht eigenlijk aan een Rooms-Katholieke kerk. En dat heeft nog een paar jaar geduurd en in 1986 zijn de botten plechtig overgedragen door de hervormde gemeente aan de parochie van waar nu de Litwina-basiliek, hè? Dus die Rooms-Katholieke parochie heeft toen de beenderen van Litwina overgedragen gekregen. En sindsdien rusten ze dus eigenlijk weer in handen van een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. Ja, dus de gemeente heeft letterlijk eigenlijk Litwina mogen dragen voor een enige tijd. Ja, klopt. Ja. Ja, en dat had meer te maken met het feit dus dat ze toen bij de restauratie gevonden zijn en dan onderzoek en dat duurde een tijdje en toen kwamen ze weer terug. Want het medisch laboratorium wilde eigenlijk ook vanaf. En toen was de vraag natuurlijk, wat doen we ermee? Ja. En toen heeft het Litwina-comité, hè, er is in Schiedam een Litwina-comité. Er was eigenlijk, het is er eigenlijk niet meer. Want de laatste lid van het comité is een paar jaar geleden overleden. En dat Litwina-comité, dat archief bewaren wij, het gemeentearchief. En daar kun je dus ook eigenlijk die hele lotgevallen van die restauratie en van de botten en van dat graf en de overdracht aan de Litwina-basiliek kun je daarin vinden. En eigenlijk was dus de gemeentearchivaris, het gemeentearchief was een soort verbindingspersoon tussen aan de ene kant de hervormde kerk, de hervormde gemeente, en aan de andere kant de Rooms-Katholieke parochie van de Litwina-basiliek. Ja, die botten, voor wie waren die eigenlijk allemaal toegankelijk? Alleen maar voor degene die erop moest passen? Of mocht aan burger ook... Nee, die waren verzegeld. Hè, ja. En het gaat om delen van een skelet en het gaat ook om de schedel. En de schedel is redelijk gaaf gebleven. Ja. Er ontbreken hier en daar wat tanden en misschien wat delen. Maar een schedel en delen van het skelet. En die lagen dus jaren in het medisch laboratorium. En die waren niet beschikbaar voor jou en voor mij. Nee. Dus ze werden bewaard en eigenlijk wist bijna niemand dat ze door het gemeentearchief tijdelijk bewaard werden. Dus het was eigenlijk pas achteraf bekendgemaakt? Of al een later stadium daarin? Ja, er zijn wel wat, in de jaren 50 zijn er wel door degene die het skelet onderzocht heeft, zijn er resultaten bekendgemaakt. Dat het inderdaad ging om een vrouw van tussen de 50 en de 60 jaar. En dat, dat paste op zich allemaal wel in de... Litwina is 53 jaar geworden, dus op zich klopte dat wel. En men heeft wel gekeken, waren de bijzondere afwijkingen aan de botten te zien. Hè, vanwege het feit dat ze zo lang op bed gelegen heeft. Daar is wetenschappelijk is daar niet helemaal uitsluitsel over gegeven. Maar dus een wetenschapper zou zeggen, met ruimte voor altijd wetenschappelijke twijfel, is het zeer waarschijnlijk dat dit de botten van Litwina zelf zijn.